Goedenavond. Dit is de dinner lecture op ergens in februari is het vandaag. Ik weet niet meer welke datum. En ik heb natuurlijk weer eens niks voorbereid. Dus ik heb drie woorden gekregen om een verhaaltje over te houden. Die drie woorden zijn kruidnagel, theemuts en middenhandsbeentje. Nou, nu is het zo dat in de tijd van de VOC voeren er grote schepen naar Azië. Die gingen daar specerijen halen. Onder andere kruidnagel. Je had op die schepen een hele grote bemanning. En een kapitein. Die mannen die hadden het allemaal heel slecht. Die woonden in onderruim, in hangmatten, dicht op elkaar gepropt. Maar die kapitein die had een mooie cabine, of een mooie kapiteinswoning. Met daarin zijn eigen kopje thee natuurlijk. En zijn eigen theekannetje. Met een mooie theemuts zelfs. Nou, niet dat de bemanning dat wist natuurlijk. De bemanning wist wel dat die kapitein thee dronk. Maar ja, dat van een theemuts en dat allemaal mooi aangekleed daar was, dat wisten ze niet eens. Maar nu kwam er op een dag een bemanningslid op het hogere dek, waar die eigenlijk helemaal niet mocht komen. En die gluurde naar binnen bij die kapitein. En die zag daar, wat? Hij heeft zelfs een theemuts! Dat kan niet! En hij ging terug naar de rest van zijn bemanning, stoomde ze op. En samen kwamen ze muiten de trappen op naar het bovenste dek, beukte de deur in. En de kapitein zat daar. En die, wat gebeurt hier nou, zei die kapitein. En al die mannen kwamen naar buiten naar binnen. Theemuts, hoe durf je? Wij zitten hier te creperen in het onderdekje. Jij bent een theemuts. En de kapitein die pakte de theepot en probeerde zich nog te verdedigen. Maar ja, er zat een theemuts omheen, dus dat is lekker zacht. Zoals waarom iemand slaat, werkt natuurlijk niet. Tot het overmaat van ramp werd de theepot afgepakt door een van de manningsleden. En die sloeg de kapitein zo bam op zijn hand. En toen was zijn middenhand een beetje gebroken. En het schip werd overgenomen en dat schip, het zijn piraten geworden die sindsdien alle schepen van de VOC plunderen in Azië. En dat is het einde van mijn verhaal.